Nou, met je camera die kant op gaat, je kijkt naar de rechterkant van dat vuurtorenlicht. In de verte, daar lag het Veronica-schip wat daar uitgezonden heeft tot eind augustus 1974. We waren uniek, we waren de eerste hè, die zich op zo'n manier met muziek bezig hielden. Het was apart. We vielen op, een boot op zee. We deden het niet vanuit de studio in Hilversum waar de rest vandaan kwam. We hadden geen concurrentie. En een heel belangrijk punt was, het was in die midden 60e jaren ook het begin van popmuziek. Can I get there by candlelight? Jan van Veen is 20 als hij bij Radio Veronica gaat werken. De programma's worden opgenomen in een studio in Hilversum. Geluidsbanden gaan vervolgens per boot naar het zendschip, een paar kilometer uit de kust van Scheveningen. Naast me zit Peter Tetro. En dat vanwege de nieuwe plaat van de T-set, die nummer 2 staat op onze tipper uit Mary Mary. Peter? Klopt. T-set en Mary Mary. Nederland had daarvoor alleen maar gehoord van Rob de Nijs en de Lords en Johnny Lyon en de Jumping Jewels. En dan nog wat randverschijnselen. Peter Koelewijn, toen werd het al een beetje harder met de Rockers en Kom van het Dak Af. Maar de Golden Earrings, toen nog met de S, de Motions, de Outsiders, Le Baroque en later de Cats en de Volendamse groepen en de rest van het land, dat was ook daar het begin van. En al die fans, ja, die wisten dat Veronica daar aandacht aan besteedde. Dus dat hielp allemaal een beetje mee. Het was het begin van heel veel dingen tegelijk. Come on, sail away. We voelden gewoon aan de bergpost en aan de reacties hoe populair dat Veronica aan het worden was, met name in die midden 60e jaren. Ik hoor wel eens programma's van toen terug dat ik dacht van hoe is het in de wereld mogelijk dat mensen dat mooi vonden en daarnaar geluisterd hebben. Maar voor het moment was dat natuurlijk super. Op 15 mei 1971 ontploft een bom aan boord van de Mebo 2, het zendschip van Radio Noordzee. Noordzee is dan al enige tijd een stevige concurrent van Veronica. Na de explosie wordt al snel duidelijk dat Veronica achter de bomaanslag zit. Het ging me te ver en ik vond dat het toen maar afgelopen moest zijn. Het werd te letterlijk toen piraterij. In januari 1974 neemt de Tweede Kamer een wet aan die het uitzenden vanaf schepen in de Noordzee verbiedt. Piraten zijn nu eenmaal oncontroleerbaar voor een staat en ze verstoren daarmee het Europese radiobeleid. Duizenden luisteraars en fans van Veronica trekken vervolgens naar het Binnenhof in Den Haag om te demonstreren tegen dat besluit. Het mag niet baten. Op 31 augustus 1974 gaat Veronica's laatste uitzending vanaf zendschip De Noordernij de lucht in. Dit is het laatste uur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken. Het was droefheid natuurlijk. Dat was ontslagen worden, geen toekomst meer zien. Je speeltje wordt afgenomen, iets wat je zelf gemaakt hebt. Wat wij met z'n allen zelf gemaakt hadden, zelf bedacht hadden. Dat was in één klap allemaal weg. Op een manier die wij heel vervelend en heel onaardig en oneerlijk vonden. Met name oneerlijk. Waarom moest dat? We deden niemand kwaad. We mochten niet aan land. Dat was droefheid. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland. Ik denk dat als je de vraag aan al mijn collega's stelt van hoe
denk je terug aan die periode dat we allemaal één antwoord geven. Mooiste tijd van je leven.